Omdat Portugal zoveel inspiratie geeft en ik eruit word genodigd als gastchef, dacht ik, we draaien de rol een keer om en ik nodig iemand uit. Een goede vriend, een collega, een chef uit Portugal. En dat is geworden Rui Silvestre. En we hebben 2 dagen samen gekookt. I'm here with a great friend and we share things. So I was thinking about one thing, he was thinking about different things. I explained why I prefer like that and he explained why he prefers like that. We share experiences, so that means we grow. Portugal is voor mij een heel bijzonder land. Allereerst omdat mijn vrouw daar vandaan komt. The main difference between Portuguese and Dutch kitchen is the culture. We have a different cultures of food, we have a different products, and then the experience of the chefs. We used to work some products here that we don't used to cook in Portugal, and in Portugal we eat some dishes that you don't eat here. Our culture is about the seafood, always about fish. You are about smoked fish, a lot of vegetables. Ja, dat zijn grote verschillen. Maar het is leuk om die twee dingen samen te laten komen. En dat is vandaag ook gebeurd. Hij heeft gemaakt de presa van het Iberisch varken. En we keken naar het stuk. En we keken hoe de lijnen liepen van het vlees. En natuurlijk, voor het mooiste malse mondgevoel, moet je dwars op de lijn snijden. Dus we waren even in gesprek met elkaar. Hoe wat nou de beste manier is om te snijden van welk deel naar welk deel. In dat moment was het respect, maar er was het ook het overleg van hey, hoe kunnen we samen komen tot het beste resultaat en de manier waarop dat gebeurt. Ik wilde vandaag een verhaal vertellen met een gerecht dat ik heb ontwikkeld en dat ik hier in het nonnetje presenteer als een ode aan mijn vrouw en aan onze liefde. Raviolis die zijn gevuld met een lopende Portugese schapenkaas, queijo da Serra de Estrela, geserveerd met een salieboter, grotchampignons, jonge courgette, afgemaakt met zoetzure rode kool, bieslook, goudsbloemetjes. Het gerecht is een hit. Ik kan het niet meer van de kaart afhalen. Ik kook het natuurlijk met heel veel emotie. Breng dat ook over naar de gast. Vertel ook dat het een ode is aan mijn vrouw en aan onze liefde. Maar als je ziet hoe de gast erop reageert, die emotie weet te bereiken bij je gasten, dan is je missie geslaagd.